Voor praktische tips en medische sportvragen kun je terecht bij Sportzorg. Sportarts Edwin Achterberg geeft elke week advies over verantwoord sporten en gezond bewegen. Vandaag wil ik jullie wat vertellen over pijn in de onderbenen tijdens het fietsen. Als we gaan kijken naar het onderbeen en naar de spieren die daar lopen, dan zijn de spieren eigenlijk onderverdeeld in 3 compartimenten. Eentje aan de buitenzijde, eentje aan de voorzijde en een compartiment aan de achterzijde. Om ieder compartiment zit een soort van jasje. Als je nu gaat fietsen, neemt de doorbloeding van de spier toe, waardoor de spier gaat zwellen. Als het jasje te strak zit, dan geeft dat aanleiding tot pijn. En die pijn die neemt toe naarmate je harder, dus intensiever, gaat fietsen. Zodra je stopt met fietsen, zakt die pijn weer af en is die pijn weer heel snel weg. Eigenlijk is er maar één echte oplossing voor dit probleem. Dat is namelijk operatief het opensnijden van zo'n jasje, waardoor de spier meer ruimte krijgt.